was nog wat onduidelijkheid, maar aan de binnenkant zitten de magneten. En deze blijven gewoon vast zitten. Ja, je moet echt goed kijken. Want zo zie je ze niet eens zitten. Als je dan een beetje dieper doorbuigt, kan je zien dat ze in de uiterste hoek blijven zitten. Nu gaan we hem buiten erop doen. Het plaatsen van het doek gaat dus heel eenvoudig. De magneten die binnen op zijn plek zitten, zoeken de andere magneten vanzelf op. En voordat je het weet, zit het doek alweer op de juiste plek. Met stok kun je hem nog eventjes netjes helemaal aanspannen. En klaar is Kees. Het verwijderen gaat trouwens net zo makkelijk. Of eigenlijk nog makkelijker. Een klein beetje kracht zetten en je trekt het doek zo van de magneet af. Het doek weer netjes oprollen in de hoes. En Kees is weer klaar. Ik hoop dat het nu een stukje duidelijker was. Dank voor het kijken. De mazzel.